Dag allemaal, welkom bij bij de tweede parallelsessie. Jullie zijn bij de sessie over, die heet Ask Me Anything, dus vraag mij alles over de techniek van SurfConnect. En nou, zoals jullie hopelijk uit de techniek, of uit de titel al begrepen hebben, is het echt een open sessie. Ja, laat me weten wat jullie willen weten, want wellicht weet ik het antwoord. Ik denk, ik acht de kans vrij groot, dan zou ik hem natuurlijk niet... die vraag zo geponeerd hebben, Ask Me Anything. Ik ben namelijk technisch productmanager van SurfConnect. En dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de techniek van ons platform. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie vragen zijn. Je kunt ze gewoon stellen, je mag gewoon jezelf unmuten en een vraag stellen. Je mag ze in de chat zetten, dat is allemaal heel erg welkom. Dus dan hoor ik het graag. Wat willen jullie weten? Kom maar op. Ook de vragen die je net hebt gesteld, die niet beantwoord konden worden tijdens de sessie van Peter en Femke bijvoorbeeld. Zou je ook, ik heb wel een vraag. Hallo? Ben ik te verstaan? Ja, mag ik mijn vraag stellen? Ik hoor je, Henny, maar Thijs niet, denk ik. Okay. Thijs, misschien kan iemand anders even. Ja, je moet er nou even over nadenken, begrijp ik. Thijs, Henny zei iets, maar jij hoort haar niet. Op een of andere gekke manier. Ah, ik hoor niemand. Bedankt voor de tip. Kijk, nu kan ik jullie horen. Nou, gaan we nog een keer. Ik dacht al, ik vond het al zo rustig. Verdacht rustig voor een publiek van mensen van surfinstellingen. Ik hoor jullie nu. Oké, nou. Dan kom ik met mijn vraag. Ik hoorde er net over FIDO als authenticatietoken. En ik vroeg me heel erg af, het zou gebruikersvriendelijk zijn. Maar is dat een ding wat je bij je moet hebben, wat niet op je mobiel kan? Een hele goede vraag, FIDO. Ja, FIDO 2, dat is inderdaad een nieuw type token dat we ondersteunen in SurfCID. En het is een standaard, dus het is niet een concrete token. YubiKey is van een merk. FIDO 2 is een standaard die type tokens kunnen ondersteunen. Er zijn YubiKeys die het ondersteunen. En er zijn inderdaad ook wat ik al platform authenticator genoemd wordt, dat is eigenlijk de authenticatie ingebouwd is in je device. Op je telefoon heb je bijvoorbeeld vaak een vingerafdruk of een gezichtsscan. Op veel laptops heb ik tegenwoordig ook een vingerafdruk. Ook die kunnen op dezelfde manier interfacen. Dus het is meer een techniek dan een tool. Het protocol. En het aardige daarvan is inderdaad dat door dat protocol te ondersteunen, allerlei type tokens kunnen ondersteunen die mensen graag willen gebruiken. Natuurlijk inderdaad zijn die ook verschillend van niveau. En daar hebben we bij SurfCQRD nu voor gekozen om met een whitelist te werken. Dat betekent dat wij reviewen wat wij een betrouwbaar genoeg implementatie van token vinden. Is het wel echt een tweede factor, is dan de vraag. Ja, en we hebben veel vertrouwen in FIDO 2. Juist inderdaad omdat het dus vendor onafhankelijk is. Iets waar Surf echt voor staat. Dat je niet zegt, je moet een YubiKey hebben. Wat hebben natuurlijk in SurfSecure, van gegeven het marktaanbod was dat een heel goede keus. Maar het is juist veel fijner als mensen zelf kunnen bepalen, of mensen of instellingen ook bijvoorbeeld. Nou, ik koop mijn type tokens bij die vendor en ze werken dan in één keer met SurfSecure, zonder dat we daar weer een nieuw type token voor hoeven implementeren. Dus een erg flexibele standaard. Ja, leuke vraag. En dat is dus nu beschikbaar op SurfSecure. Dus wie als SurfSecure afneemt, die kan vragen om dat aan te zetten voor de gebruikers. Nou, ik zie een nieuwe vraag nu via de chat van Bas Toeter. Binnen SurfConnect kan ik als service provider, wanneer ik meerdere IDP's koppel, een directe link maken naar een van de gekoppelde IDP's. Ja, dat is om het Where Are You From scherm over te slaan. Het Where Are You From scherm, waar je dus kiest van welke instelling je bent. En is het mogelijk om zelf meer te koppelen naar een specifieke IDP die via EduGain is gekoppeld? Nou, dat is nogal een vraag, want EduGain is onze internationale interfederatie. En wat wij op dit moment niet aanbieden in SurfConnect is dat wij faciliteren dat je instellingen uit het buitenland koppelt aan jouw service provider. Dat doe je dan altijd rechtstreeks. Dus dat gaat niet via SurfConnect platform. Je moet dus zelf, als jij als dienst aanbiedt in EduGain, moet je zelf een Where You From scherm zelf als dienst aanbieden. En ja, dan heb je zelf natuurlijk ook op zich de mogelijkheden om te kijken hoe je dat scherm zou willen openstaan. Is dat je vraag, Bas? Ja, dankjewel. Dat is precies wat ik wil.
Ja, dus ja, het is inderdaad mogelijk, dat is wel leuk om te weten, dat het dus via onze interfederatie Edubrain is het dus mogelijk om alle instellingen in de wereld, die federatief gekoppeld zijn, te bereiken met jouw dienst, als je zelf een dienst aanbiedt. En alle instellingen die dat zijn aangesloten, kunnen ook zelf diensten aanbieden. En kunnen dus ook zelf diensten aanbieden aan internationale identity providers, met de nood erbij dat wij als onze proxy server, engine.surfconnects.nl, daar geen rol in speelt, dat je zelf iets meer werk moet doen voor internationale IDP's. Dan moet je krijgt van ons de informatie in een XML-bestand. En vervolgens bouw je zelf bijvoorbeeld zo'n WAI voor ons scherm. Nou. Zijn er nog meer vragen? Komt u maar. Nou, ik heb ook nog wel een vraag. Ja. Mijn tweede vraag. Ik dacht erover, wij gebruiken EasyProxy als proxy software voor toegang tot bibliotheek content. Mm-hmm. Wij hosten dat zelf. En ik vroeg me af, als ik daar ook SurfConnect, Secure ID op zou willen zetten, heb ik dan te maken met OCLC als service provider? Of zijn wij zelf die service provider? Ja, in het algemeen gesteld is het zo dat dat diensten die aangesloten als je SurfSecure ID afneemt, dan kun je elke dienst die is aangesloten op SurfConnect zelf voor kiezen om die af te schermen met een tweede factor via SurfSecure ID. Dus hoeft de dienst verder niet iets van te weten of mee te werken. Dat wordt door SurfConnect afgehandeld. Dus van alle diensten die je ziet in het SurfConnect dashboard kun je kiezen om hier is bijvoorbeeld LoRa 2 voor nodig. En SurfConnect denkt dan af dat mensen pas kunnen doorgaan naar die dienst als ze dat hebben. Tot vorig jaar was het inderdaad zo dat de diensten dan echt een aparte koppeling moesten leggen, specifiek dat de dienst ook een aparte koppeling moest leggen met SurfSecure ID. Dat hoeft dus niet meer. Als de dienst voor jou is aangesloten op SurfConnect, dan kan jij bepalen dan kun jij SurfConnect vragen om dat voor jou af te dwingen. En het is heel simpel gezegd feitelijk een vinkje dat wij dan aanzetten bij die dienst voor jou. Dankjewel. Nou, zijn er nog meer vragen? Nou, volgens mij zijn al voorgaande sessies heel veel vragen beantwoord, denk ik. Want blijf maar even rustig. Nou ja, ik heb nog wel een vraag. Ja, ik kom op, hoor. Dat dashboard, die portal waar je in kan kijken. Er werd ook opgeroepen om bibliotheek om te kijken welke platforms je al ontsloten hebt via SSO-toegang in plaats van via op IP-basis. En ik vroeg me af, Bas Toeter zit ook in deze sessie, dus hij zal dat waarschijnlijk ook wel weten. Maar kan iemand van de bibliotheek ook bij zo'n dashboard? Of is dat onze contactpersoon voor SurfConnect? Het SurfConnect IDP dashboard, dus op dashboard.surfconnect.nl, ik toon het hier ook even, is sowieso publiekelijk toegankelijk. Als je nog niet inlogt, dan zie je wat je hier ziet, namelijk eigenlijk alle diensten die beschikbaar zijn in SurfConnect. Dat zijn er hier 783. 951. Maar wat je kan doen inderdaad, je klikt op login. En als je in bent gelogd, ongeacht of je een speciale rol hebt, dan zie je een view die voor jouw instelling specifiek is. Dus elke gebruiker van jouw instelling kan opvragen welke diensten. En dan klik ik hier, even het hoofd erbij, klik ik op dienst gekoppeld, ja. En dan zie ik welke diensten ik werk natuurlijk bij SurfNet of bij Surf. Dus ik ben gekoppeld met Surf, onze eigen identity provider. En ik zie dat wij 134 diensten hebben gekoppeld. En die zie je hier. Dus dat kan je inderdaad gewoon zien zonder dat je een speciale rechten hebt. De rechten in het SurfConnect IDP dashboard worden bepaald door twee rollen. SurfConnect verantwoordelijke en SurfConnect beheerder. Dat zijn rollen die worden uitgedeeld door jullie instellingscontactpersoon die elke instelling heeft. Iemand die de rol SurfConnect verantwoordelijk heeft, die mag ook echt koppelingen aanvragen. Dus dat is de autoriteit wat ons betreft op het gebied van SurfConnect, die besluiten kan nemen. De rol SurfConnect beheerder is hoeft niet per se een technisch beheerder van de identity provider te zijn.
daarmee, dat is eigenlijk gewoon een alleen lezen, een read-only rol op het ICDP dashboard. Dus als je instellingscontactpersoon jou die rol geeft, dan kan je niet alleen dus zien welke diensten gekoppeld zijn, maar bijvoorbeeld ook de gebruikersstatistieken bijvoorbeeld opvragen. Die normaal in principe niet voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Dat kan ook erg interessant zijn voor bibliotheekmedewerkers bijvoorbeeld, die inderdaad willen kijken van welke contentdiensten wordt er nou eigenlijk op ingelogd. Als ik even een contentdienst bij ons opvraag, wij gebruiken bijvoorbeeld Vandalen. Dat is natuurlijk wel. Een klik op per maand en dan zie ik, dat wordt bij binnen Surfnet, het is nu niet zo'n hele grote organisatie. Dus er wordt door, afgelopen in november wordt dat door een handvol unieke gebruikers gebruikt. Dat zullen vooral mensen zijn die veel teksten schrijven. Ja, dus dat is inderdaad met de rol Surfnet beheerder kun je echt alles inzien. Dus die zou je op zich ook, als je bijvoorbeeld bij de bibliotheek werkt, een heel nuttige rol zijn om te vragen of je instellingscontactpersoon die je kan toekennen. Het toekennen gaat via het Surf dashboard. Weer iets anders dan het SurfConnect dashboard natuurlijk, want anders zou het allemaal te makkelijk zijn. Maar heb je geen rol, dan kan je alsnog dus zien welke diensten er gekoppeld zijn. Of welke dus beschikbaar zijn ook trouwens. Oké, duidelijk, dank je. Ja. Van Theo Engelman, kun je een voorbeeld geven van een autorisatieregel laten zien? Een use case voorbeeld geven? Dat vind ik ook een hele leuke vraag. Want er zit al in het SurfConnect IDP dashboard. En Theo had misschien al gezien dat daar een tapje in zit, autorisatieregels. Autorisatie binnen diensten op SurfConnect vindt over het algemeen plaats op basis van attribuutwaarden. Bijvoorbeeld, heel eenvoudig, je gebruikersnaam. De applicatie waar je op inlogt, die heeft natuurlijk een bepaalde rechtenstructuur. Dus algemeen erg specifiek voor die applicatie. Dus die zal bijvoorbeeld jouw gebruikersnaam zien en dan weten dat jij bijvoorbeeld een administrator bent of juist niet. Er zijn ook andere attributen waarop je besluiten kan nemen. Bijvoorbeeld is iemand student of medewerker of entitlements. Maar niet elke dienst implementeert allerlei rollen en rechtenstructuren. En soms wil je daar juist als instelling controle over hebben wie er inlogt op een dienst. En als die dienst... Als dat een grote vendor is, dan ben je misschien ook niet als jouw vragen om, zouden jullie ook eens kunnen filteren? Zeg Google, kunnen jullie voor onze hogeschool ook gaan filteren op dit en dit attribuut? Dan weet ik niet of je überhaupt antwoord krijgt van Google. Dat geeft niet, want SurfConnect heeft daar ook een faciliteit voor jou, om de toegang tot een dienst te controleren. Als je normaal gesproken een dienst koppelt, dan mogen al je gebruikers erop inloggen. Maar je kunt de autorisatieregel instellen. En dat heet SurfConnect autorisatieregels. Dat kan ingesteld worden in het SurfConnect IDP dashboard. En dan moet ik even, daar heb ik natuurlijk weer kijken of ik dit nou, heb ik natuurlijk weer niet de goede view. Dat heb ik altijd met live demo's natuurlijk. Dan moet ik eerst even een shortcut nemen. Dat doe ik even omdat ik een speciale rol heb natuurlijk als SurfConnect, als beheerder van het platform. Dus daar moet ik even op een andere knop drukken. Normaal gesproken, als jij de rol SurfConnect verantwoordelijk hebt, de rol die nodig is om beslissingen te nemen in het SurfConnect IDP dashboard, dan ga je naar autorisatieregels en klik je op nieuwe autorisatieregel. Je kunt dan volgens een dienst, je kunt de omschrijving opgeven, je selecteert dat je dat voor je eigen IDP doet. Normaal is dat er maar eentje. En je selecteert voor welke dienst het geldt. Zo kun je het denk ik beter zien. En volgens kun je eigenlijk, het zijn een soort mailfilter rules, die kennen jullie natuurlijk al wel, van als er dit in subject staat, dan gooi je de mail weg. Je kunt bijvoorbeeld hier bijvoorbeeld selecteren op, heel aardige voorbeeld is bijvoorbeeld 80 person affiliation. Dat is bijvoorbeeld meestal de waarde medewerker of student. En ik zeg alleen mensen met de waarde employee mogen toegang krijgen tot deze service provider. Vervolgens kan ik ook nog een melding instellen. Die de gebruiker krijgt als hij niet geautoriseerd is, want dan krijgt hij namelijk een foutmelding van SurfConnect. En dan kan je wat concreter uitleg geven, zoals voor Google mogen alleen medewerkers klagen dan hier e-mail. Dan kun je bijvoorbeeld heel concrete informatie geven over waarom iemand dan geweigerd wordt. En dat kan erg helpen om te begrijpen waarom die geen toegang heeft. Of wat hij moet doen als hij denkt dat hij wel gerechtigd is. Sta je de regel op, dan zal SurfConnect elke login op die dienst controleren. Kijken of hij aan de door jou ingestelde filterrules voldoet. Voldoet hij wel aan de rules, dan wordt hij doorgelaten. En voldoet hij niet,
dan krijgt u een foutmelding van SurfMax. Dan mag je niet verder. Het is niet zomaar slagboomfunctionaliteit. Je mag wel of niet verder naar de dienst. Je kan niet bepalen dat iemand bijvoorbeeld wel of geen admin mag zijn binnen de dienst. Want dat is natuurlijk erg dienstspecifiek. Maar ja, het is een heel mooi mechanisme om misschien ook trouwens laagdrempeliger te maken om diensten te koppelen. Hè. Als je denkt van nou, een dienst koppelen, dan mag opeens iedereen erbij. Met autorisatieregels kun je dan daar wat meer nuance in aanbrengen. Ja, leuke vraag van Theo. Het is mogelijk om ook de rol SurfConnect beheerder het ook toe te staan om autorisatieregels in te stellen. Dan moet je dat even expliciet aangeven. Als SurfConnect verantwoordelijke. Standaard kan alleen de SurfConnect verantwoordelijke dit doen. Duidelijk? Kun je met die autorisatieregels ook een soort filter maken? Als ik als voorbeeld mag nemen de SurfSpot. Ja. We hebben mensen met dubbelrollen, die zijn medewerker en student. En dan krijgt vaak medewerker de overhand boven student. Ja. Kun je daar invloed op uitoefenen dan? Nou, de dubbelrol medewerker-student komt natuurlijk vaker voor. Inderdaad, hè. Op zich kunnen die dus beide waardes in het attribuut Edu-person en variation krijgen. En dat is erg dienstafhankelijk wat de interpretatie daarvan moet zijn. Hè, bij SurfSpot gaat het dan om, is iemand beter af als hij het medewerkersaanbod krijgt of het studentenaanbod? Dus ik zou dat zo niet durven te beantwoorden. Dus dat is altijd heel erg dienstafhankelijk wat dan wenselijk is. Hè? Als iemand bijvoorbeeld, als een bepaalde dienst alleen voor studenten is, bedoeld is, dan zou iemand op zich die student is en medewerker op zich ook bij die dienst moeten kunnen. Een dienst alleen voor medewerkers, misschien ook, maar misschien niet. En misschien wil je medewerkers die ook student zijn daar niet bij laten. Ik vind dat moeilijk te antwoorden. Ik bedoel, je met SurfConnect autorisatieregels bepaal je wel zelf wie er wel en niet bij mogen, puur op basis van attribuutwaarde. Maar inderdaad, mensen met dubbele waardes zou je op zich met de autorisatieregel eruit kunnen filteren. Ik vind het moeilijk te beantwoorden, omdat in de interpretatie inderdaad van wat betekent het als iemand zowel medewerker als student is zo afhankelijk is van de achterliggende dienst. Hè? Van, bijvoorbeeld van SurfSpot. Ik weet eigenlijk het antwoord niet in die zin van wat wil je als instelling of wat wil zo'n medewerker eigenlijk, die zowel medewerker als student is, wil die juist de studentenkortingen krijgen? Of wil die juist een medewerkersproduct kunnen bestellen? De meeste vragen krijgen we van medewerkers, studenten die graag de studenten software zouden willen zien. En dat niet kunnen omdat ze als medewerker worden doorgestuurd. Dus ik zocht eigenlijk... Ja, misschien is het ook wel gewoon een vraag die we bij SurfSpot kunnen... Bij mijn collega's hier zou kunnen aankaarten van... Of het inderdaad misschien vooral ook een kwestie is van dat SurfSpot daar iets mee kan doen. Dat zal ik zeker even navragen zo meteen. Dat is een vraag die we wel vaker krijgen op een bepaalde manier inderdaad, maar het is lastig om in de algemeenheid te beantwoorden. Maar de autorisatieregel kun je daar niet voor misbruiken? Maar je kan hem niet, met autorisatieregel is eigenlijk alleen de slagboomfunctie. Hè, okay. Van je mag op basis van de criteria door of je wordt gestopt. Je kan niet op basis van de criteria bijvoorbeeld de attribuutwaarde aanpassen. Wat wij wel kunnen doen is voor een bepaalde dienst de attribuutwaarde filteren. Maar dat geldt dan eigenlijk alleen voor alle instellingen die naar die dienst gaan. Dus dat is over het algemeen ook niet voor zoiets als SurfSpot natuurlijk ook niet wenselijk. Dus in die zin, denk ik dat we de oplossing misschien moeten navragen bij SurfSpot. Of die kunnen zeggen van, wij kunnen bijvoorbeeld als we twee waarden zien, daar zelf iets mee in onze webwinkel. Oké, dankjewel. Nou, we hebben eigenlijk nog maar 2 minuten. Ja, het gaat heel snel. Nog maar 0 minuten eigenlijk. Nou, dan gaan we snel afronden. Jullie kunnen al je... het is echt wel als een speer gegaan, wat mij betreft. Ik zal nog heel even laten zien wat je kan doen als je toch nog meer vragen hebt. Dan stuur je ze gewoon naar support@surfconnect.nl. Dat is sowieso altijd het handigste contactpunt, want daar hebben we een heel modern ticketing systeem achter zitten. En dat betekent dat we de vraag precies aan de expert kunnen assignen, waaronder mijzelf. Die hem voor je gaat beantwoorden. Dus grote vragen, kleine vragen, stuur ze altijd gewoon op. En wij zorgen dat iemand met de stand van zaken beantwoordt. Nou, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En dan gaan we weer terug naar de plenaire sessie. En dat is dus in de webbrowser op surf.nl/wnasc. Tot ziens.